Goedemorgen allemaal, dames en heren. Welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en ik ga vandaag iets superleuks doen. En ik ga je natuurlijk gewoon weer lekker meenemen. Voordat ik ga uitleggen wat, vergeet even geen duimpje omhoog te doen en vergeet even lekker niet te abonneren. Dus waar ga ik dan aan meedoen? Nou, ik doe dus mee voor een dag op het Varend Corso. Ja, dat is gewoon een heel... dat is eigenlijk gewoon een hele happening ergens in het Westland en omstreken. En dat is eigenlijk een soort van grote botenoptocht met allerlei mooie bloemen en versieringen. Ik weet eigenlijk niet wat precies de aanleiding was of wat het doel ervan is, maar het is in ieder geval een feestelijk iets. En ze hebben daar dus namens de danscreatie, volgens mij is het zelfs, het is opgericht ook door Giovanni. Giovanni Huls, dat is ook iemand van de danscreatie, die ken ik al ook. En die heeft dan een soort TikTok-boot opgericht. En daar sta ik dan vandaag op. En dan elke dag stond er een andere TikToker. Want het is een heel weekend. Nee, het zijn 4 dagen. Dus donderdag stond er iemand, vrijdag stond er iemand, zaterdag stond Ashley. Ashley, en vandaag sta ik dan met volgens mij nog een andere TikToker. Ja, ik lees altijd die groepsapp. Waar al die info in komt. Deze kant is heel vaag, dus ik weet het ook allemaal niet eens. Het wordt in ieder geval hartstikke gezellig. Ik neem jullie gewoon lekker mee. Ik hoop dat dit weer zo aanblijft. Ze zeiden wel dat het een beetje ging regenen. Nou, ik hoop het echt niet. Want dan duik ik echt binnen de kortste seconde gewoon de boot onder. Ik moet even ondertussen nog even wat vlogs editen, want anders loop ik weer zo gigantisch achter. Moet ik even doen in de bus. En even nog wat eten, want ik heb weer niks op natuurlijk. Dus ik heb wel brood in mijn tas zitten. En de bus komt, dus dat is top. Ja, je moet overal een beetje rekening mee houden in het leven, jongens. Overal moet je rekening mee houden. Soms film ik letterlijk ook dingen om mezelf te reminden. Ik ben best wel chaotisch, hoor. En dan ga ik gewoon mezelf filmen. En dan ga ik even zeggen wat ik moet weten of onthouden. En dan kan ik dat over 2 uur weer terugkijken. En dan weet ik het precies, zo handig. Het schriftje weer opschrijven. Zo, jongens. Nou, 4 minuutjes op de tram. Oh, dat kan ik niet eens zien, joh. Hij splitst hem helemaal. Zie je? Oh, nee, dat ziet er niet leuk uit. Nou ja, nog 4 minuutjes. En dan ga ik naar de locatie waar we dan zeg maar op de boot stappen. En dan gaan we een hele route varen. Echt niet normaal. Dus ik denk echt... Volgens mij duurt het tot 7 uur 's avonds. Nou, ik denk dat ik geen been niet meer overhoud. Jongens, wat is dit? Kijk die spin, hoe eng. En dit is dan een speeltoestel. Hou op. Kijk jongens, hoe mooi die boten hier. Kijk dan. Oh, wauw. Kijk jongens, hier start het zeg maar. Dus al die mensen die pakken hier een boot. Ik denk dat er meerdere punten zijn hoor. Maar die hele kade, die staat vol. Hi! En dan gaan ze allemaal zo vertrekken met die boten. Leuk. Waanzinnig. En ook met flessen water. En het is een hele organisatie, joh. We wachten zeg maar nu. Ze gaan nu per boot gaan ze varen. Maar daarvoor, het loopt echt nog kilometers door. Dus per boot gaan ze varen. En dan kunnen wij. En dan, ja, het gaat allemaal best wel chronologisch. Gio. Hi, mensen. En Joyliana. Kijk, nou, hij spreekt mijn naam wel goed uit, jongens. Ja, kijk eens. Nou, we hebben er allemaal hartstikke zin in hier ook. Oh, ja, of jullie willen of niet, jullie komen allemaal in de vlog, dat moet. Ja. En we gaan zo die boot op, denk ik. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe laat het nu is. We hebben het nu om 10:30. Nou, over een half uurtje denk ik. Okay. Giovanni zegt net dat er een boot is gezonken. En wij moeten nog die boot op. Maar je begrijpt dat niet meer durren. En deze hier moet ook nog gaan dansen. Ja, nou, ik ga niet dansen hoor. Ik kan dat niet. Maar het gaat... Oh, wat erg! Oh, ik durf niet meer. Ik ga naar huis. Nee, zoek het uit. Nee, jij overleeft het vandaag niet. En deze. Zijn we helemaal de fireway? Oh, mijn god, wat is dit? Ongelooflijk. Oh, mijn god. Gio, help. Ja, ik sta. Oh, wat leuk. Ja, moet het even trekken hoor, Rebek. Oké, jongens, nou, we staan nu op de boot. Zij gaan allemaal TikTok dansen doen. Ja, ik snap het allemaal niet door al die dansjes. Ik ben er zo niet in thuis. En en we kunnen varen. Alles is gereed. Ze hebben hier alles. Eten en opladers. Alles is gewoon ready. Tank. Hebben we genoeg benzine? Meiden, veel plezier!
Kijk jongens, Encanto boot. Zo leuk. Je hoort nu de 24-7 gaan we hun gezang aan horen. Kippenvel. Jongens, we varen. Help, ik durf het niet meer. Wat eng. Jongens, daar zie je mijn gezicht leuk. Oh, Ena. En iedereen kan dansen. Ik sta hier een beetje voor lul, want ik kan echt helemaal niet. Nee. Oh, wat erg. Ik krijg geen één dansje. Ik voel me net Sinterklaas op de boot. Een beetje zwaaien naar iedereen. En thank the Lord dat ik hooikoortspillen mee heb genomen. Want we staan natuurlijk op boten met allemaal bloemen, allemaal pollen. Super goed dat ik even hooikoortspillen heb. Hebben we al pauze? We zijn net komen drinken. Ach, nou niet meer. Maar ze doen ook soms mee aan de kanten. Dat is zo grappig. En er was net een meisje die wou me toen op de foto. Maar ze staat natuurlijk aan de kant. Heel zielig. We rijden nu volgens mij bij Holland Spoor. Station Holland Spoor, Den Haag. Sporigas! Oh my god. En dan rijden we onder zo'n tunnel. Wat eng. Oh my god, kijk dit. Al die mensen. Ah! Jongens, dit is krankzinnig. Ja, jongens, als er een brug komt, dan moet dit naar beneden. Anders gaat het instorten allemaal. Gaan we zinken. Jason is zo lang dat hij ook naar beneden moet met de brug. Ja, ja. We varen nu ergens in Den Haag. Ik heb geen idee, maar het is super gezellig. Iedereen staat aan de zijkant. Ah, oh, oh, ik vind het zo leuk om naar iedereen te zwaaien en dat mensen weer kennen. Oh, I can't. Best feeling. Wow. Ik wil even een wauw momentje voor deze bloemen. Moet je eens kijken. Blauw, roze. Hier ook. Jij ook roze. Blauw. Ga door naar de tweede. We zijn van start. Zo lief allemaal, ik moet bijna huilen. Kijk dan, er zit zoveel publiek. Jongens, het zit zo vol, het is echt niet normaal. Dag mevrouw, doei. Hi, dag mevrouw, doei. Jongens, deel 1 hebben we gehad. We landen nu weer terug waar we begonnen. En we hebben even pauze en dan gaan we weer door. Al die fans die lopen mee. Hey jongens, er wordt nu een soort pauze gehouden. En dan kan iedereen heb je zo van die bandjes. En dan kan je eten en drinken halen. En alles. We zijn net van de afgrond af. Of van de zijkant. En we gaan nu door naar het laatste gedeelte. Last time. Ashley bij mij. Ik vind het zo grappig, want ik weet natuurlijk niks. Ik zit alleen maar te eten, dus ik maar een beetje te zwaaien. Wij halen alle boten in. Wij moeten eigenlijk achter die boot blijven, maar wij halen ze allemaal in. Lee! Jongens, we hebben de kant die heel druk bezig is. En we hebben de kant die even denkt, nou, ik ga niet dansen voor het gras. Wij zijn... ik ben verbrand. Wij zijn nog volop bezig. We zwaaien leuk naar iedereen. Doei meiden, hoi. Hartstikke leuk, hoi. Zo gezellig sfeertje. Het is zo ontzettend lekker weer. En je krijgt zoveel energie van alle mensen die naar je toe zwaaien. Wee! Ja, dat is zo gezellig. En lekker blijven dansen op de muziek. Hey! Yeah!
mag niet, denk. Yeah. Doe eens heel veel prikkels, heel veel prikkels. Doei allemaal. Ashley! Hoe kom jij hier nou weer? Ik ga stuk. Ik voel me echt net Sinterklaas. Ja, maar ja. Poesjes! Hey, hey, hey! Je ziet zoveel bekenden ook die je zelf kent. Dat is zo raar dat die opeens op een boot zien. Hou op. Kijk jongens, dit is toch niet te doen? Wat gebeurt hier? Jongens, ik ben echt even helemaal vergeten dat je natuurlijk allemaal bekende mensen gewoon kan zien. Oh, iedereen die bekend en oeh. Jongens, dit is het leven dit. Kijk dan, ze zitten. Oh my god. En zij hebben allemaal lekker eten en wij hebben afgeknaagde chips. Hou op, zij zitten allemaal lekker aan de barbecue. Oh, snoepenbank en er lag er nog één ergens. Ja, snoep! Gaan delen, kom maar open naar die zak. En bier allemaal. Oh, kijk al die mensen. Ah, bier allemaal. Ik vond dit wel de mooiste boot. Ben ik wel heel eerlijk in. Van die Encanto. Vond ik zo leuk gedaan. Heel gaaf. Jongens, we zijn klaar. We zijn allemaal geland. Al die vliegen hier ook. We zijn allemaal geklaard. Of weet ik veel. Gestrand. Aangemeerd, aangevaren. En ja, het was hartstikke leuk, jongens. Ik ben rood in mijn gezicht. Ik zei het, je moet insmeren. Ja, maar ik verbrand niet echt. Dit is niet verbranden, dit is gewoon een kleur aanpakken. Hè. En het is klaar. Ik vind het zo zonde, ze hebben hier allemaal mooie bloemen en planten. Echt van alles heb je. En allemaal paprika's en tomaten en weet ik het allemaal. Wordt gewoon allemaal weggeknikkerd in zo'n GF. Hi Marion! Wordt allemaal in die containers gewoon weggeknikkerd. Alles gewoon. Je mag dingen ook meenemen en zo. Maar ja, ik heb er allemaal geen ruimte voor. Maar wel echt zonde hoor. Kijk, alles wordt erin gedumpt. Zonde van al die bloemstukken. Kijk nou. Ik ben niet verbrand. Nee, niet. Hier. Het is toch niet verbrand? Jawel. Nee. Dat is gewoon een kleur. Kleur? Ja, het is een tomaat. Hoe? Hier, jij bent die auto. Welke? Ja. Zo, oeh. Oh ja, ik ben toch wel rood een beetje. Jongens, we zijn in één groot... Waar zijn we? In één groot magazijn. Hier wordt dan blijkbaar ook gegeten. En dan weet ik het. Lekker even iets eten. Dan zeker weer bloembollen. En het is geweldig dat we met 60 boten nu ineens 200 schippers hebben. Maar het is verdiend. En het is nog beter om te zien. Daar een topjaar weer van maken. Dank jullie wel. Die ontzettend innovatief was. We hebben denk ik allemaal wel eens onze rood-wit-blauwe vlaggen gezien en allemaal zijn er afgestoten. Mag ik naar voren halen, Team Valk! Kijk jongens, wat een plaatje de lucht. Ja, dit is toch waanzinnig. Heerlijk om dan even zo lekker in de avond lekker nog even een rondje te lopen. Even lekker met een muziekje in je oren, mooie lucht op de achtergrond. Super. Jongens, wat was het weer voor een week? Wat hebben we weer onwijs veel gedaan? En wat is er veel gebeurd? Dat moeten we dan weer even allemaal laten bezinken. Want we gaan natuurlijk weer de nieuwe week in. En nou, volgende week wordt de week een beetje raar. Omdat normaal heb ik altijd dansrepetities in de middag. Nou, dat wordt nu allemaal naar de ochtend verplaatst. Waardoor ik in de middag weer iets meer vrij heb en in de avond. Aan de andere kant moet ik ook weer in de avond oefenen voor andere dingen. Want het zijn nog maar 2 weken, maar wel 2 volle heftige weken die we gaan meemaken. Dus even nog de hersenen aanzetten en dan is het zomervakantie. Ik ben wel bruin geworden hoor vandaag, jongen, zie ik. Lekker. Ik kan geen bloem meer aanzien na het vagentekort zo. Ach, ik kan toch zo de week niet eindigen, Suus, met een knuf. Hé, hey, was het leuk? Ja. Oh, Suus, ik ben gesloopt. We gaan slapen. We gaan de lamp uit doen, het is klaar. Ik ben gesloopt. Sluit jij even de hemel? Oh ja, trouwens jongens, de vlag heb ik lekker weggehaald. Oh, wauw, zo zie je het heel erg.
de verkleuring, want daar zit altijd mijn horloge. Maar ik heb de vlag weggehaald, want het is klaar. De vlag heb ik weggehaald, want ik vond het daar wel een beetje klaar toch, dat hele geslaagd zijn. Ik ben nog super blij, maar dat is ook alweer geweest. Jongens, ik ga lekker de vlog afsluiten. Ik ben echt een klein beetje verbrand. Even after sun erop smeren en dan ga ik jullie lekker bedanken voor het kijken naar de vlog van vandaag. Ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien in de nieuwe week. Nieuwe vlog, nieuwe kansen, maandag. Tot morgen.